Ja, ik ben Jon Dollekamp, platenboer, 59 jaar en vader van 3 kinderen. Ja, let the music do the talking. Dit kun je niet leren, dit moet je hebben. Als je dit, die binding met muziek, daar heb ik al vanaf mijn 14e. En met mensen vind ik sowieso, dat vind ik dan misschien nog interessanter dan de muziek. Ja. Daar is het leuke, de diversiteit. Want ik heb honderden klanten, zeg maar 500-600 mensen misschien wel. En dus is zo'n verscheidenheid, zoals net die Bert, mijn trouwe klant, grote soul fan. En ook een hele bijzonder aardige kerel. En een hele goede klant van mij. Echt een liefhebber. En daar heeft een speciale band mee. En ik heb ook 99,99% leuke klanten. Mensen vinden het hier een huiskamersfeerachtig. Met muziek en koffie en allemaal sfeertjes. En mensen hebben zo'n verbintenis met de winkel. Dat ze zeggen van, nou wil ik de moeite nemen om te gaan stemmen. Kijk, er zijn winkels met veel meer klanten in Amsterdam en overal. En die zijn ook prima. Zijn ook hele goede winkels. Ik heb veel meer winkels die in mijn gedachten die gewoon ook net zo goed zijn als mij, misschien wel beter. Alleen die hebben misschien niet die binding met die klanten. En dat is de goodwill wat je hebt. Die zeggen, ja, mijn winkel, Popeye is mijn winkel, die moet ook op één staan. Weet je, dat vinden ze ook nog een belangrijk voor zichzelf. Op 24 april is het Twents Ideeëncafé in Cactus. Daar hebben wij Jon Dollekamp voor uitgenodigd, omdat dat voor mij een grote inspiratiebron is geweest op het gebied van muziek. Dankjewel. En we gaan samen een gesprek voeren over wat jou inspireert en wat je de mensen mee kunt geven. Helemaal goed. Café. Ja. Dus ik hoop dat jullie allemaal komen en bedenk een goede vraag voor Jon, dan hoef ik ze niet allemaal te bedenken. Precies.